Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 23 april, 11 uur, stipt op tijd, zoals altijd. Hè? Welkom op het eerste webinar van BOMA, het schoonmaakkompas nu en na corona. Gaan jullie in een uurtje meenemen over wat onze zienswijze is op de schoonmaak nu en na corona. We gaan onszelf eerst eens even voorstellen. Word je welkom. Ja, ook goedemorgen namens de Vlaamse kant van dit webinar. Mijn naam is Luc Brisleys, CEO van dit prachtige bedrijf. 30 jaar in de branche, waarvan 15 jaar als CEO bij BOMA. 30 jaar bij BOMA. En ik word geflankeerd door de... Het is geen België-Holland wedstrijd. Het is een samen delen en samen sterk verhaal. Door Guus. Guus Nieuweland, Country Manager Nederland. Ja, welkom, goedemorgen. Ik ben al nog geen 30 jaar in de branche, maar al wel 10 jaar bij BOMA. Luc en ik, wij gaan jullie, zoals ik net al zei, in het uurtje meenemen in een aantal topics. Nog heel even wat huishoudelijke mededelingen en spelregels. We hebben een kleine, net geen 400 aanmeldingen ontvangen voor dit webinar, dus... Heel gaaf, heel tof dat, dat jullie zo massaal daar gehoor aan hebben gegeven. Ik denk dat er nog wat mensen in moeten loggen, want we zien de teller nog wel, wel aan oplopen. We zitten vandaag in Antwerpen, in onze eerste keer dat we in deze studio zitten. Vragen die je hebt over de onderwerpen die we behandelen, die kunnen in de Q&A gesteld worden. En daarnaast hebben we een chatfunctie, dus mochten er technische problemen zijn, dan kun je die daar, daar melden. Want op de achtergrond zit onze collega Ramon de Otte aan de knoppen te draaien, dus die kan ook aan de techniek meesleutelen. En vooral sit back and enjoy is belangrijk. Waarom? We sturen alle info die behandeld wordt, die sturen we later in mails, sturen we die op. Dus zowel de slides die je nu ziet, als ondersteunend documenten en andere materialen. Dan nog een belangrijk item. Voor wie is dit seminar bedoeld? Eigenlijk ja, voor iedereen die zich heeft aangemeld natuurlijk. En daarnaast, wat we daar belangrijk in vinden, de topics die we behandelen, die zijn met name bedoeld voor de gebouwen en de locaties die in de afgelopen weken te maken hebben gehad met een coronasluiting. Dus waar we minder of... eigenlijk niet op behandelen zijn alle ziekenhuis-gerelateerde locaties. Dus het gaat in mindere mate over, of eigenlijk niet over de kritische zones in ziekenhuizen of in rusthuizen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben uiteraard ook oplossingen voor. Maar het is niet de bedoeling van dit webinar. Wat is dan wel de bedoeling van het webinar? Bijzondere situaties zoals deze vraagt ook een bijzondere aanpak. Maar tegelijkertijd willen we ook iedereen geruststellen. Je moet geen paniek zaaien. We waren in het verleden absoluut goed bezig met hygiëne. Dus het is niet zo dat wij nu plots alles ondersteboven moeten gooien. Maak de schoonmaak circulair, efficiënt en leuk. Is een slogan die we al lang voeren en wat we al lang proberen handen en voeten te geven. Ja. Oké, vandaag met die coronacrisis is het logisch dat we meer focus nog leggen op gezondheid, de mens, binnen onze aanpak, maar laat ons alsjeblieft ook het circulaire, het efficiënte, het leuke, ook in deze tijd, niet uit het oog verliezen. Ja. Uiteraard zijn er heel veel vragen gekomen rondom, ja, hoe moet ik nu met een omgaan met mijn schoonmaak en hoe moet een veilige werkplek eruit zien? Daar hebben we uiteraard veel over nagedacht, veel gespart onder elkaar met klanten. En het is de bedoeling ook vandaag dat we die kennis die we hebben opgebouwd en die we al opgebouwd hadden, met jullie gaan delen. Middels dit webinar. Maar we hebben ook een BOMA-blog opgezet. Je ziet hem daar onderaan rechts in beeld. www.bomablog.eu. Waar dat heel veel informatie nu al en ook in de komende dagen voor jullie heel makkelijk beschikbaar zal zijn. Rond werkplannen, methodieken, gebruiksaanwijzingen, tips en tricks. Zal op die www.bomablog.eu voor jullie staan. Ja.
Want wat is dan een metafoor voor kennis delen? Dat is richting geven, dat is een kompas meegeven. Dus vandaar dat we net in de beeldvorming ook al het kompas gebruikt hadden. En wij doen dit ook echt wel vanuit de grondhouding die wij als Bomito's hebben. We worden soms gekscherend zo genoemd. Maar wij zijn er trots op. Wij hebben betrokkenheid bij de branche. Dus wij voelen onszelf gewoon betrokken bij alle schoonmaakprofessionals. En zoals je rechtsop ziet, waar Luc net aan refereerde, is onder andere de sticker die al sinds een aantal weken meereist op al onze bestellingen. De boodschap al moet, blijf samenwerken, het komt goed. Daarom met name ook een positieve boodschap meegeven in deze tijd. Nou. Ja, klopt. En ja, Boma zou Boma niet zijn als we dat niet met een heel hands-on aanpak doen. We hebben de afgelopen jaren, en dat wordt nu nog versterkt, bepaalde concepten, bepaalde theorieën gezien, maar dat we zelf onze vragen bij stelden van hoe moet dat in de praktijk gaan werken? Dus wat we vandaag willen brengen is ook weer die hands-on aanpak voor en door de praktijk. Ja. Ja. Dus de agenda voor vandaag. Een drietal vraagstukken die we hebben, eigenlijk wel hebben gedestilleerd. Al die vragen die we van onze klanten, opdrachtgevers, iedereen die we spreken de afgelopen weken meegekregen hebben. Ja, hoe gaat die schoonmaak er nu uitzien? Moeten wij heel veel dingen anders gaan doen? Moeten we hele baanbrekende andere concepten gaan voeren? Of kunnen we gewoon de schoonmaak zoals we die altijd al deden voortzetten? Wellicht met wat kleine aanpassingen. Tweede is, hoe realiseer ik nou een veilige aanpak voor mijn schoonmaakmedewerker? Of dat die nou bij jullie zelf in dienst is of in dienst is van het schoonmaakbedrijf. Hè? Daar hebben we allemaal een rol in te spelen. En als laatste, hoe faciliteer ik een gezonde werkplek? Dus die drie thema's die behandelen we veelal ondersteund met een aantal theoretische slides. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar wat Luc net zei, hands-on, we gaan ook wel heel even rechtop staan. Dat ziet er misschien wat gek uit in een webinar. Maar dan gaan we wel heel even het een en ander laten zien. Ja, misschien nog even hoe dat wij momenteel die crisis beleven. Want het is voor ons een hele uitdaging voor de organisatie. Op één dag tijd is er bijzonder veel veranderd. S'morgens kregen we bericht vanuit de media dat alle winkels dicht moesten. Dus wij hebben ook onze shops diezelfde dag nog gesloten. We hebben een aantal mensen naar huis gestuurd, homeworking. Gelukkig zijn we redelijk goed digitaal georganiseerd bedrijf, dus dat ging heel vlot. Tegelijkertijd konden we de TD, die konden bij een aantal mensen, of de meeste panden ook niet meer terecht. Dus ja, ook die hebben we dan op deels tijdelijke werkloosheid moeten zetten. Dus het is een enorme organisatie ook voor ons. Tegelijkertijd was er een enorme toename, explosief, naar wat wij intussen corona-gerelateerde artikelen noemen. Dus dat begon met toiletpapier en handdoekjes, handzeep. En dat ging al heel snel over tot alcoholgels en dan uiteraard ook de maskers, de wegwerphandschoenen enzovoort. Iets wat vroeger voor ons deels serviceartikelen waren, werden plots fast movers. Ja. Maar dan zaten we met het probleem dat het aanbod niet volgt. Het is logisch, die vraag komt niet alleen hier, maar die is wereldwijd. Die explodeert. En dan stellen mensen zich de vraag, ja, hoe komt dat nu dat het aanbod niet volgt? Ja, dat is niet altijd even makkelijk. Ja. Een product, een middel bijmaken, is nog relatief eenvoudig. Maar als je echt in een productieomgeving zit en je moet bijvoorbeeld plots veel meer van die doseerpompjes gaan maken, ja, we zaten al in een redelijk goed draaiende economie voor de coronacrisis. Dus bepaalde overcapaciteit in productie was er niet. Ja, machines zaten goed gevuld. Een machine om zulke pompjes en zelfs die flessen te maken, bouw je niet op 2 dagen tijd. We hebben het nog niet over de grondstoffen, de aanvoer van grondstoffen. Dus er is wel langs alle kanten moeten gerokken en getrokken worden. Er zijn voorbeelden van onze machinefabrikant, die zit in Italië. Met name ook voor die pompjes, Italiaanse fabrikanten. Door de lockdown enorm hard getroffen. Wij hebben van hieruit brieven moeten sturen naar Italië om te zeggen, alsjeblieft, blijf open. Omdat de overheid in eerste instantie ook daar de lockdown ging toepassen. Dus behoorlijk wat werk. Helaas heb ik de afgelopen 30 jaar minder backorders gezien dan dat ik vandaag zie in deze periode. Dus sorry jongens, we proberen en we doen al het mogelijke om die zo snel mogelijk aangesleurd te krijgen. Tegelijkertijd hebben we ook de tijd benut om een aantal nieuwe producten, nieuwe concepten te ontwikkelen. Want zoals elke crisis zijn er ook in elke crisis nieuwe opportuniteiten die we willen ontwikkelen.
Welke ontwikkelingen zien we dan? We zien uiteraard dat we menen dat de schoonmaak van kantoren dat die wellicht een deel gaat veranderen. Ja. Dat we vroeger heel veel flexplekken zagen, is nu de vraag wat gaat er gebeuren? Gaan die flexplekken verdwijnen? Gaan het terug vaste werkplekken worden? Gaan mensen veel meer in home office blijven werken? Ja. Moeten wij die flexplekken zelf gaan schoonmaken? Of moet diegene die aan die flexplek zit zelf gaan schoonmaken? Komen we dadelijk nog op terug. Dus ja, dat is een tendens dat we nog even moeten kijken wat er gaat gebeuren. Tegelijkertijd een ontwikkeling. Ja, we hadden het al over, maak die schoonmaak efficiënt, maak hem leuk. Dus mechanisering, robotisering. Die weg hadden we absoluut ingeslagen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om daarmee door te gaan. Ja. Mechanisering en zelfs robotisering, misschien net in de hoek zien staan, de robot, ja, zorgt gewoon dat dingen sneller kunnen gebeuren, dat door mechanische actie het resultaat ook beter is. Ja. Kan je wel zeggen, ja, maar is het nu de tijd om te gaan investeren in machines en robotisering, vandaar het one pricing service model. We hebben een aantal concepten, MaaS, Machine as a Service. We hebben washroom concepten. Al die dingen zijn mogelijk middels een one price op maandbasis, kwartaalbasis, waardoor je niet moet gaan investeren om die dingen toch beschikbaar te krijgen. En we denken ook dat het belangrijk is om beeld te geven, een beleving te gaan creëren rondom hygiëne. Visibiliteit, komen we straks nog uitgebreid op terug, gaan creëren in een gebouw om aan te tonen, jongens, we zijn daar echt wel mee bezig. Ja. Misschien nog wel even aansluiten op hoe dat wij als BOMA die crisis beleefd hebben, uiteraard, of nog beleven, spreekt het voor zich dat wij enorm meeleven met onze klanten. In de zorg, explosief, wat daar gebeurt, maar evengoed in de horé, in de leisure, ja, daar gaat het. Helemaal de andere kant op, daar valt alles stil, dramatisch. Scholen, onderwijs, ja, organiseer het maar even. Al dat afstandsonderwijs. Ja. Industrie, de ene explodeert, de andere valt ook stil. Voor onze grootste klanten, schoonmaakbedrijven, ook een hele uitdaging in die aanloop naar die versoepeling van die maatregelen, om alles georganiseerd te krijgen vooraf, maar ook nadien, aanpassing van programma's enzovoort. En last but not least, toch ook nog een woordje van dank en respect naar onze overheden. Want ook voor hen is het vandaag echt niet makkelijk. Het is een lastige situatie. Je vecht tegen een onzichtbare vijand. Wat is juist in deze? Als je een beslissing neemt, zijn er altijd mensen die het niet goed vinden. Dus ook daar, respect. Dat voor de inleiding. Hè? Ja. Voor het woord welkom. Hoe daar wij er als BOMA naar kijken. Zoals Luc net al aangaf, we hebben heel veel gebrainstormd. Heel veel nagedacht. Over al die vragen die we binnenkrijgen. En een van die eerste vragen is dan, ja, hoe verandert die schoonmaak nu en straks? Moeten wij panden heel anders gaan schoonmaken? Moeten wij veel sterkere producten, veel heftigere middelen gaan gebruiken? Dus misschien is de volgende sheet die we erop hebben staan, eentje die inslaat als een bom. Maar misschien is dat ook goed. Desinfectie is als een atoombom. Wat bedoelen we daarmee te zeggen? Desinfectie is onontbeerlijk in bestrijding van ziektekiemen. En onontbeerlijk als het gaat om het bestrijden van het virus. Maar wat heel belangrijk is, overal zijn bacteriën. Op oppervlakken, op onze handen, in ons lichaam, op heel veel plekken. Dus wat we doen met een desinfectie, en zeker als dat goed gebeurt, is het wegvagen van alles op het oppervlak. Dat er nu... tafel plakken of onze handen zijn. Dus het continu gaan desinfecteren is in onze optiek niet de juiste manier. Dus vandaar dat we ook aangeven, en dan gaan we weer terug naar de presentatie, is beter een goede reiniging dan een halve desinfectie. Waarom? Desinfectie is aan zich niet zo heel moeilijk, maar je ziet al als het gaat om handdesinfectieprotocollen. Als je het er een klein beetje op doet en je doet het snel, dan is het, dan is het niet afdoende. Je moet de juiste procedure volgen. Dus als jij maar een halve desinfectie toepast, is er gewoon kans dat er resistentie opbouw is in de biotoop die het is.
Dus vandaar dat wij zeggen van, goh, ga zowel goed schoonmaken, dan heb je een preventieve werking in al jouw gebouwen, om een gezonde werksfeer te creëren. Goed schoonmaken werkt dus preventief en eventueel ondersteund met spot desinfectie voor de touchpoints. Vervolgens is het ook nog goed om te weten, er zit een verschil tussen een bacterie en een virus. Ons COVID-19 virus, in de volksmond corona genoemd, is een virus. Dat is eigenlijk goed te vergelijken met een piraat die je lichaam indringt en een cel gijzelt en vervolgens maar één taak heeft om zichzelf te vermeerderen en jou dus als persoon ziek te maken. Bacteriën, er zijn slechte bacteriën, maar ook heel veel goede bacteriën die ons lichaam nodig heeft om te functioneren. Dus daar zit echt wel een duidelijk verschil in. Dat is misschien ook wel goed om dat in duiding mee te geven aan iedereen die je spreekt. Dus vandaar dat wij ook na een desinfectie adviseren om in een goede reiniging te werken. En daar dan bijvoorbeeld een kleine dosering probiotica aan toe te voegen. Probiotica om zo snel als mogelijk na die desinfectie weer een positieve bacteriespiegel aan te brengen op alle oppervlakken. Die zorgt voor een diepgaande en langdurige werking in de reiniging. Ja, klopt. Inderdaad, je moet eigenlijk... Na zo'n desinfectie, als die, zoals de Ruus gezegd, goed gebeurd is, dat atoombom-effect, want een desinfectiemiddel maakt vandaag geen onderscheid tussen virussen, bacteriën, goede of slechte. Het is tabula rasa. Ja. Dan is het dus eigenlijk geen kwestie van survival of the fittest, maar het is eigenlijk nadien kwestie van return of the fittest. We willen eigenlijk zo snel mogelijk terug die goede bacteriën, die de natuur en die wij zelf nodig hebben, in actie hebben. En daar denken we dat middels een probiotisch reinigingsmiddel in jouw dagelijks schoonmaakprogramma, dat het enorme hulp gaat zijn voor alles en voor iedereen. Komen we misschien bij dat goed schoonmaken? Ja. Uiteraard ook een vraag, hoe moeten we nu gaan schoonmaken? Eigenlijk moet je gewoon goed blijven schoonmaken, zoals je al bezig was. En wat is daar bijzonder belangrijk in? Goed schoonmaken... Goed schoonmaken begint met goed en schoon materiaal. Ja. Goed gereedschap is het halve werk. Ja. Zorg voor voldoende materiaal, zorg voor goed materiaal, zorg voor schoon materiaal. Hebben we het over zwaar of monotoon werk? Schakelen machine. We hebben een hele range van een compacte IMOP tot de grote schroopzuigmachines, tot zelfs robots. Ja. Zodanig dat die schoonmaker ook meer tijd heeft voor de onderhoud van het materiaal. Om echt hygiënisch schoon te maken en om eventueel zelfs ook andere taken te gaan invullen, zoals bijvoorbeeld afval scheiden. Want nogmaals, het is niet omdat we nu de coronacrisis beleven, dat plots circulariteit, milieu, niet meer belangrijk is. Dus we blijven ook daar absoluut wel aandacht aan besteden. We gaven het al aan, een goede reiniging is beter dan een halve desinfectie. Wat is dan die goede reiniging? Ja, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Goed schoonmaken doe je met schoon materiaal. Als een arts gaat opereren met vies materiaal, met niet gedesinfecteerd materiaal, dan hebben we een probleem. Dat begrijpt iedereen. Ja. Als een kok gaat koken met vies materiaal, dan hebben we een probleem. Dan worden we ziek. Dat moet niet gedesinfecteerd zijn, maar een kok werkt wel met schoon materiaal. Dat vinden we logisch. En dan gaan we schoonmaken en dat zouden we dan durven doen met minder schoon materiaal. Dat klopt niet. Dus we moeten gewoon goed schoon materiaal voorzien voor onze mensen die die schoonmaak moeten gaan doen. Ten tweede, zorg voor efficiënt materiaal. Materiaal dat werkt. Bijvoorbeeld een goede microvezeldoek. Ja, microvezeldoek van goede kwaliteit. Ja. Microvezeldoek heeft nu eenmaal, een gebreid microvezeldoek, een enorme capaciteit om vuil op te nemen. Dus kan het zelfs even visueel aantonen. Ja. Mij werd van de week de vraag gesteld van Gorgus, waarom nu een microvezeldoek? En we kennen allemaal ondertussen in de professionele schoonmaak heel veel toepassingen van de microvezelmethode. Maar waarom nou een microvezeldoek en geen ander type doekje geïmpregneerd met een bepaald desinfectiemiddel? Ik demonstreer het nu wel eventjes met de rode microvezeldoek. Ik weet dat het is sanitair, maar anders is het wat minder visueel. Op het moment dat een microvezeldoek op de juiste manier gevouwen is en je gaat die gebruiken op een oppervlak, dan heeft die doek een enorme opnamecapaciteit, hè? Zoals we bijvoorbeeld hier kunnen zien.
Maar vervolgens zorgt het er ook voor dat je zonder het vuile oppervlak aan te raken, gewoon netjes door kunt draaien en opnieuw een schoon oppervlak ter beschikking hebt om het volgende tafeltje of het volgende sanitair te doen. Zo werk je dus, wat Luc net aangaf, iedere keer met schoon materiaal. Ons advies is ook, geef goed materiaal, schoon materiaal, efficiënt materiaal. We gaan nu niet alles met disposable materiaal doen, want opnieuw ook daar, we denken aan onze circulariteit. Disposable materiaal, regel nummer 1 in afvalbeleid is voorkom afval. Ja. Los van het feit dat het lang niet zo goed werkt als een gebreid microvezeldoek, creëer je ook nog eens een berg afval. Dat willen we ook niet. Derde regel, wat belangrijk is als we over goede reiniging spreken, keep it simple. Vandaag hebben we bijna allemaal een methodiek met 3 reinigingsmiddelen. Typisch een groene voor vloeronderhoud, een rode voor sanitair, een blauwe voor interieur. Nu gaat er nog wel iets bij komen rond desinfectie, daar is geen ontkomen aan. Dus misschien is het ook een momentum om eens na te denken of we het niet iets wat kunnen vereenvoudigen. We spraken al over die probiotica, die belangrijk zijn in het terug herstellen van onze omgeving. Eigenlijk en feitelijk zouden we dit kunnen met 1 reinigingsmiddel. In samenstelling zijn de 3 eigenlijk niet zodanig verschillend. Vandaar dat deze ook Probio Multi geheet is. Dus er staat niet interieur, er staat multi. Eigenlijk kan je met deze zowel jouw interieur als jouw sanitair, als jouw vloeren gaan schoonmaken. Ja. Wil dat dan zeggen dat je in sanitair bijvoorbeeld niet meer moet ontkalken? Jawel, je zal zeker nog moeten ontkalken, want het is geen ontkalker. Maar het gaat er wel voor zorgen dat de ontkalkingsbeurten uitgesteld kunnen worden, verder uit elkaar kunnen gehaald worden. Ja. Dus ook daar, keep it simple, maak het eenvoudig, niet te ingewikkeld. Voorkom ook methodefouten, dat ze verkeerde producten gaan gebruiken of verkeerde toepassen. Ik raakte dat al even aan. Het is natuurlijk niet alleen reiniging. Af en toe zal ook desinfectie nodig zijn. Opnieuw, als we het over een kritische situatie hebben, dan zal een gehele desinfectie nodig zijn. Daar komen we straks ook nog wel even op. Maar in de omgevingen waar wij van spreken, na die goede reiniging, kan je eventueel nog aan spot desinfectie gaan doen. We hebben een heel eenvoudig concept voor ontwikkeld. Hoe zien we die spotdesinfectie? En hier gaan we wel even naar disposable, maar dan in klein formaat, handzaam formaat. En nadien gaan we dat wel afvoeren. We hebben een emmer ontwikkeld. In zo'n emmer zit een rol. Dat is een kit, een emmer met een deksel, 3 rollen. En die rol gaan we impregneren met alcoholspray, een alcoholhoudend reinigingsmiddel met minimaal 70% alcohol, uiteraard. Op het gemak. Lever daar een maatbekertje bij, laat 1,5 liter op, deksel erop en dan krijg je dus eigenlijk gewoon doekjes die je heel gemakkelijk kan gaan afscheuren en gaan gebruiken voor die spotdesinfectie te doen. Een deurklink, een deurgreep, een tablet, een klavier, toetsenbord ja. In het Hollands, ja. De muis, jouw telefoon. Ja. En last but not least, je kan het zelfs ook nog gebruiken voor handhygiëne. Ja. En nadien drop je gewoon in de vuilbak. Ja. Last but not least, goede reiniging, goed materiaal. Zorg dat er ook tijd is om dat materiaal te onderhouden. Superbelangrijk, na elke taak, zorg dat je je materiaal goed onderhoudt, zodat je bij het aanvang van je taak de dag nadien met volle moed en met goed en gezond materiaal weer kan vertrekken. We hadden ook tijd voorzien voor een vraagrondje. Ik weet niet dat er al wat binnengekomen is, Raimondo. Jazeker. Er is al een en ander via de Q&A binnengekomen. Overigens misschien goed om te vermelden dat we alle vragen op die Q&A zullen verzamelen. En later op, als 1 keer de mail uitgaat, terug gaan koppelen. Dus we hebben nu even tijd voor, ik denk vandaag, 2 of 3 vragen. En een eerste vraag die ik eruit heb gehaald is de volgende. Is er dan helemaal geen desinfectie meer nodig, wat betreft grote oppervlak? Ik denk het niet. Ik denk dat het juist dat het wel noodzakelijk is. Zoals we ook op kleine oppervlakken, zeker de touchpoints, wel gaan afdoen. Met bijvoorbeeld een alcohol wipe of wellicht een alcoholreiniger in sprayvorm, hè, want die hebben we natuurlijk ook nog. Zullen we voor de grotere oppervlakken, en denk dan bijvoorbeeld aan hele ruimtes die gecontamineerd zijn als het in,
in ziekenhuisomgeving is. Of je hebt tegenwoordig ook die hotelkamers die ze ombouwen voor tijdelijke corona-opvang. Nou, als je zeker wil zijn dat die na gebruik weer gereinigd en gedesinfecteerd zijn, zijn er een aantal toepassingen, zoals bijvoorbeeld in het pakket hebben we een Sanex-machine, dat kan met waterstofperoxide kan een gedry-fogged worden, zoals dat genoemd wordt. Ook de natte methodes, zoals we nu ook in spray gebruiken, zullen met, we zagen hem net ook op de achtergrond staan, is een elektrisch spray-toestel die ervoor zorgt dat je met een goedgekeurd desinfectiemiddel grote oppervlakken, zoals winkelwagentjes, containers en dat soort plekken, goed kunt, op een eenvoudige manier goed kunt desinfecteren. Ja. Oké. Hoe realiseer je een veilige aanpak voor je schoonmaakmedewerkers? Daar krijgen we uiteraard ook heel veel vragen over. En we splitsen het eigenlijk op in twee topics hier. Zorg voor de juiste werkmethodes en help die schoonmakers met een aantal tips. Juiste werkmethodes voor veilige schoonmaak. We hebben dat al aangehaald. Zorg in eerste instantie voor voldoende schoon werkmateriaal. Zorg voor een werkplan dat duidelijk is, dat afgestemd is op de taak die er moet gebeuren. Ja. Zowel pre- als post-corona. En zorg ook voor voldoende communicatie daarover. Ik sprak deze week een opdrachtgever en die vertelde over het feit dat werkplannen nu in deze tijd wel lichtjes aangepast worden. Kantoren zijn wat minder druk bezet als voorheen. Dus een deel van de tijd wordt nu gebruikt voor een extra schoonmaakronde. En toen vroeg ik daarna van, hoe communiceer je dat nu? En toen werd er wel aangegeven, ja, we moeten wel echt donders goed blijven communiceren met de schoonmaker, want die hebben natuurlijk een vaste ronde door hun pand heen. Die zijn dat gewend, al jarenlang. En die moeten nu in één keer wellicht wat items overslaan of andere items juist veel beter beetpakken. Dus ja, ons advies, goede communicatie, ook over het reeds bestaande werkplan, maar wellicht ook het werkplan op het moment dat je het in deze tijd tijdelijk aanpast. Ook een belangrijke, nog even terugkomen op voldoende schoonmateriaal. Dan bedoelen we ook mee dat op een gegeven moment, we hadden het dan over gebreide microvezeldoeken die een enorme opnamecapaciteit hebben. Op een gegeven moment is dat doek natuurlijk ook verzadigd. Dus zorg ervoor dat je meerdere doeken ter beschikking hebt. Als die vlakken elk gebruikt zijn, dat je wisselt van doek tijdens je taak. Zodanig dat je het vuil niet begint uit te smeren in plaats van het op te nemen in zo'n doek. Een andere topic waar we heel veel vragen over krijgen zijn handschoenen. Er is vandaag een enorme schaarste rondom wegwerphandschoenen. En dan hebben we het over kwalitatieve wegwerphandschoenen. Die niet bij de eerste aanraking scheuren of die toch vloeistof doorlatend zijn. Dus we hebben het over de kwalitatieve handschoenen. Ja, opnieuw gezien die enorme stijging van de vraag wereldwijd is daar vandaag een schaarste. Daarom adviseren wij, blijf gewoon die huishoudhandschoenen zoals je het titel altijd gebruikt hebt. Blijf ze gebruiken en ga ze zelfs hergebruiken. Ja. Spreek voor zich. Iedereen weet vandaag dat een goede handhygiëne enorm belangrijk is. Dus wat gaan we doen? We gaan de handen goed wassen, ook daar. Een goede reiniging, beter dan een halve desinfectie. We gaan de handen wassen, vooral even die handschoenen gaan aantrekken. Ja? Wassen, goed drogen. Als je je veiliger voelt met nog even alcoholgel en dan in die handschoenen, fijn. Tijdens de job kan je die handschoenen even goed ook gaan reinigen. Ook daar, mijn handschoenen reinigen kan perfect om ze nadien te gaan hergebruiken. Na de taak opnieuw handen wassen en eventueel desinfecteren met een alcoholgel. Maar ook daar, remember, ook die alcoholgel is een desinfectiemiddel. Ook daar weer die atoombom. Onze huid, ons lichaam zit vol met bacteriën en we hebben die ook nodig. Ja. Onze huid, op onze handen, maar ook overal. Die goede bacteriën die daarop zitten, zijn onze eerste barrière tegen indringers. Tegen virussen en ga zo maar door. Ja. Dus het is belangrijk dat we die huid in een goede conditie houden. Vandaar ook dat het belangrijk is om na je taak je handen even terug te gaan herstellen, de huid te gaan herstellen. We hebben daar nu ook een nieuwe crème voor in het assortiment. Opnieuw een crème waar dat pro- en prebiotica zelfs aan toegevoegd zijn. Prebiotica zijn een soort van voedingsbodem die de positieve bacteriën
bijzonder kunnen waarderen. Door die crème aan te brengen na je reiniging, ga je heel snel je huidbiotoom of je huidflora herstellen. Het product heet BioSoft, bio van biotoom, soft, het maakt tegelijkertijd de huid weer lekker zacht. Iedereen kent het nu wel in deze tijd. Hè? Ja. Je knokkels zijn echt heel erg schraal van al dat continu handen wassen. Dus zeker een positieve aanvulling op het handhygiëne aspect. Tips? Ja. Een aantal tips om mee te geven aan de schoonmaker. Dat zullen wij zelf ook altijd doen. Maar wellicht ook goed over te nemen door jullie allemaal. Werk aan een logische inrichting van je trolley. En er zijn zoveel items die op je trolley zitten. Zorg dat die, zoals Luc net zei, schoon zijn, netjes in onderhoud zijn. Maar dat ze ook vooral logisch op je trolley zijn. Dat ze vuil en vies gescheiden blijft. Voldoende materiaal, reeds benoemd. Zorg ook voor voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen. De bril, de handschoenen, dat soort items. Heb je dat niet, dan zou je ook, ga er dan ook zeker mee naar je leidinggevende om dat aan te vragen. Goede handhygiëne, net wat verder op ingegaan. En durf ook te vragen om voldoende afstand. Ik merk het zelf ook wel. Ik kwam hier vanmorgen op ons kantoor in Antwerpen. Sandra doet bij ons de schoonmaak. En het is dan toch soms best wel moeilijk om dan voldoende afstand toe te houden. Dus vraag heel even van, goh, ben je al klaar met sanitair? Kan ik er gebruik van maken? Eventjes wachten in de gang totdat iemand voorbij kan komen. Het zijn onze schoonmaakprofessionals, die moeten we ook eventjes de ruimte geven. Gewoon even als voorbeeld. Hoe ziet er naar onze beleving zo'n goed ingerichte werkwagen eruit? Eigenlijk heel eenvoudig. We hadden het al over een werkplan, bijzonder belangrijk. Zorg dat dat werkplan binnen handbereik is. Ja, dus ik kan makkelijk in deze situatie bovenop. Ja, we hebben zelfs een pennetje met een touchpoint. Als je eventueel het klavier wil bedienen, dat je dat zelfs niet meer aan moet doen. Dan delen we eigenlijk de werkwagen in een schoon en een vuil compartiment. In het schoon compartiment, zoals al verteld, voldoende materiaal. Niet één doek, maar meerdere doeken. Rood voor interieur, blauw voor sanitair. We hebben hier ook voor gezorgd dat onze alcoholwipes heel eenvoudig mee kunnen om die spot cleaning, spot desinfectie te gaan doen. Dus dan hier kijken. We hebben dus dat schone compartiment, hier boven onze schone doeken en de wipes. En hier een lade voor persoonlijk beschermingsmateriaal, bijzonder belangrijk. De handschoenen, daar waar het geweest of nodig is. Mondmaskertjes. Idem dito, als het geweest of nodig is. De veiligheidsbril. Alcoholgelletje. Bij het einde van de taak de BioSoft handcreme om zo snel mogelijk onze huid weer terug te gaan herstellen. Voor het sanitair hebben we uiteraard ook onze voorraad handzeep bij om die dan weer te gaan aanvullen. Bolletje plastic zakje kan er nog bij. Sanitair, nou meer en meer komen we dadelijk ook nog terug. Liefst vooral met papier de handen gaan drogen, omdat dat nu eenmaal de meest hygiënische manier is. Zorg dat je die voorraad papier bij, toiletpapier en onderaan uiteraard mops. Liefst vooral de no-touch systeem, waar we zo weinig mogelijk met die handen. Dus hier hebben we de schone mop in zitten. En dan gaan we over naar de andere kant. Dan kan je dus eigenlijk bij elke trolley zo opbouwen. De tweede zone, wat je zegt, is mijn vuilniszone. Hier bovenaan hebben we een grote vuilniszak. We gaan werken met papier in het sanitair, dus we gaan iets meer papierafval hebben. Dat kan in de vuilniszak. Vuile mokken, vuile doeken, die hebben we hier onderaan in de lade zitten. Die gaan we hier inzamelen. Nadien kunnen we daarmee naar de wasmachine. Als we terugkomen, niet vergeten even, ook hier een goede reiniging, beter dan een halve desinfectie, om die bak terugzetten. Even schoonmaken, er weer in. Deze trolley hebben we ook voorzien in een toiletborstel die we altijd bij hebben. Dus het beeld niet zo duidelijk zichtbaar, maar die zit dus eenmaal vast. Zwart op zwart is die mee in de werkwagen. Die kan je zelfs met een lekschaaltje eronder jouw sanitair, jouw toiletpot gaan reinigen. En die kan na gebruik gewoon terug opgehangen worden in de trolley. Dan zit die altijd mooi en netjes op zijn plaats. En last but not least, uiteraard. Om
mob systeem, in dit geval de Greens die klikken save. Nou, touch mag, kan in principe elk mob systeem zijn. Dus heel duidelijk, schone zone, propere zone in het Vlaams, vuile zone, hou die zaken gescheiden. Schone zone. Hebben we nog wat vragen gekregen daarover? Volgens Jazeker. Mij dan is het tijd voor een volgende vraag die ik uit de verschillende vragen heb uitgepikt. Er wordt veel gesproken onder andere ook over schoon materiaal, wassen. Wat als er op mijn locatie geen mogelijkheid is voor het plaatsen van een wasfaciliteit, een wasmachine? Ja, er zijn natuurlijk tal van opties voor. We spreken nu in deze voorbeelden heel veel over de gebreide microvezeldoeken en ook moppen. Die moeten inderdaad echt wel goed gewassen worden. Zeker als je ze wat warmer wast, heb je ook vervolgens wel een thermische desinfectie. Start je dus met schoon materiaal. 60 graden. Ja, 60 graden. Maar mocht je nou dat niet kunnen inrichten, dan zijn er een aantal spoelbare microvezeldoeken. Die zijn niet gebreid, maar die zijn vaak in een geweven vorm. Die zijn ook vaak voorzien van een deel latex in de doek, zodat je eigenlijk een mix krijgt tussen de ouderwetse schoonmaakseem en de microvezeldoek. Dus dat is een mogelijkheid. Die zijn wat makkelijker spoelbaar en aan de lucht te drogen, zodat ze te gebruiken zijn. En waar we zelf als BOMA mee bezig zijn, dat was natuurlijk voor de corona-uitbraak, we zaten daar echt wel mee in een vlucht. En daar gaan we ook zeker niet mee stoppen, is zoals Luc in het begin aangaf, een one-price model. Betekent dat we bezig zijn met een concept om moppen, doeken en ander werkmateriaal in een wisselsysteem te hebben. Dat je dus altijd goed verpakt en goed schoon materiaal op de locatie hebt en dat het vuile door ons opgehaald wordt. Vandaag nog niet klaar, weten we ook zeker wel, maar is wel een onderwerp om de schoonmaak zeker in de toekomst op die manier goed kunnen voorzien. Ja. Ik zag on the fly nog een vraag voorbij komen of dat er voldoende materiaal beschikbaar is. Hier wordt momenteel met man en macht aangewerkt in Italië. Die emmers komen ook weer van Italië. Die producent is nog wel full up and running. Die hebben een hele week productie van deze emmers zijn die aan het draaien. Dit moet beschikbaar zijn en zal beschikbaar zijn met de bijhorende rollen. Eventueel de alcohol spray. Dit is trouwens een product met een Belgisch, Nederlands, Luxemburg en Frans toelatingsnummer. Dus de erkenning is wel degelijk daar. Dus als je een ander gebruikt, let daar wel op dat je eentje gebruikt met een erkenningsnummer. Maar zal vanaf eind deze maand, uiterlijk begin volgende maand, in grote getal beschikbaar zijn. Dus, maar dat is al eind volgende week, hè? Ja. Want het is al bijna einde deze maand. Ja. Gaat zo snel. Ja. En ook wel een laatste toevoeging op het wel of niet kunnen wassen. En hebben we voldoende materiaal? Voldoende materiaal, dit is disposable materiaal natuurlijk. En ook daar, we hebben het al een paar keer behandeld. Circulariteit niet uit het oog verliezen. Ik heb ook al een aantal keer de vraag gekregen, moet ik dan gewoon full-fledged allemaal disposable materiaal gebruiken? Er zijn een aantal locaties waar ze daar is het aan te raden. Komen we weer terug op die ziekenhuizen. Kritisch. Maar voor een kantoor, een school en dergelijke, goed schoon materiaal heeft een betere opnamecapaciteit dan de kleinere disposable microvezeldoek. Dan een laatste vraag die wij veel gekregen hebben is van, straks mogen wij weer open. En dan gaan we weer naar school en dan mogen we weer naar kantoor. Ik hoorde vanmorgen op de radio nog een onderzoek dat iedereen er rijkhalsend naar uitkijkt om weer terug naar kantoor te mogen. Maar is dat dan wel veilig? Is dat dan wel gezond daar? En dat is een grote vraag. Onze minister-president in Nederland en ook in België roept toe, bedrijven gaan nadenken over hoe ga je dat allemaal inrichten. Een aantal items die wij daarin kunnen meegeven zijn de volgende. Ze komen nu op scherm. Ja. Visualiseren en communiceren. Wat bedoelen we daarmee? Even teruggrijpend naar het verhaal van net. Pas je nu je werkprogramma aan. En ik ben degene die schoonmaak inkoopt. En Luc is degene die bij mij de schoonmaak uit komt voeren. Wij moeten wel met elkaar communiceren. Maar zorgen dat de uitkomst van dat verhaal ook bekend is op de werkvloer. Dat mijn
de ouders van leerlingen weten dat er op dit moment op een andere manier wordt schoongemaakt. Meer wordt schoongemaakt, intensiever wordt schoongemaakt. Ander ding wat heel belangrijk is, is dat is natuurlijk meermaals in nieuws gekomen. Goede handhygiëne begint bij goede handen wassen. Was er 30, 40 seconden lang. Voor scholen nog wel interessant. Dat is 2 keer lang zal ze leven zingen, hardop. Dan heb je 30, 40 seconden te pakken. En droog ze daarna met papier. Papier is niet voor niks. Wij zeggen het al langer, maar het wordt nu gelukkig ook in de media bevestigd. Papieren handdroging is duidelijk de meest hygiënische vorm van handdroging achteraf. Maar zorg dat het ook beschikbaar is. Sanitaire inrichtingen is een heel visueel iets. Als ik straks als kantoorgebruiker terug op kantoor kom en ik zie daar in één keer een ingericht sanitair, ja, dan helpt dat wel aan mijn eigen persoonlijke hygiëne op kantoor. Touchpoints, de gele emmer al een aantal keer aangeraakt, maar als die beschikbaar is op kantoor, op mijn eigen toetsenbord, klavier, mijn muis, mijn eigen smartphone, maar ook de koffieautomaat en andere touchpoints zelf ook te kunnen doen. Want ja, ik heb zelf ook wel een aandeel in een gezonde en fijne werkplek, dan helpt dat. Persoonlijke hygiëne. Oh. Dus het idee is om die emmer niet enkel te voorzien op de werkwagen, maar dat we die ook gaan voorzien op een aantal centrale plekken in een gebouw. Dat kan een pantry, een kitchenette in het Vlaamse zijn. Ja. Dat kan in de kantine, een refter in het Vlaamse zijn. Dat kan aan de koffieautomaat zijn, aan de inkombalie. Zorg dat op een aantal druk bezochte locaties in jouw gebouw, aan een afvaleiland, aan de printer, dat die emmers ter beschikking zijn. En dat mensen daar een doekje kunnen uitnemen om even dat klavier of dat touchscreen van die koffieautomaat schoon te maken. Of gewoon zo'n doekje mee te nemen naar de werkplek. En zoals Guus al zei, dat toetsenbord even zelf tussendoor schoon te maken. Ja. Laatste ding dat we hier hebben opgenomen is luchtkwaliteit. Adviseren onze klanten en iedereen die gebruik maakt van machines. Is bijvoorbeeld, start je nu straks weer een pand op. Een pand of een werf, zoals we dat. Als we dan toch in de Vlaams-Nederlandse woorden zitten. Zorg in ieder geval dat je je stofzak als eerste wisselt van je stofzuiger. Ik ga bijvoorbeeld nadenken, is mijn stofzuiger uit te rusten met HEPA-filtrage. En iets waar wij zelf natuurlijk geen invloed op hebben, maar ja, de facility managers wel. Misschien is dit ook wel het moment om je luchtcirculatiesysteem op kantoor, airco's en dergelijke, die gaan nu met het warme weer steeds meer aan. Als die een tijdje stilgestaan hebben, is het goed om die filters goed te laten controleren. Ja. Hadden we hier nog een aantal, eigenlijk een stukje herhaling van zetten. Een aantal visuals. Een goed ingericht sanitair met de juiste handzeep en papieren handdroging. Je raakt hem aan, Guus, de juiste handzeep. Het hoeft ook geen desinfecterende handzeep te zijn. Opnieuw, gewone handzeep, goed de handen wassen, goed spoelen, goed drogen. Hoeft absoluut geen desinfecterende handzeep te zijn. Nee. We hebben dan inderdaad wel, zoomen we in op die spotdesinfectie voor de touchpoints. En een veelgestelde vraag aan ons is van, goh, ik wil graag een zuil met een handdesinfectiedispenser plaatsen. Denk ook goed na over die, zet dat ding niet alleen aan de voordeur en dat er achteraf weinig meer te zien of te vinden is in persoonlijke hygiëne, maar dat die verschillende plekken in dat pand goed voorzien zijn. Item daarbij. Wij kiezen er juist voor in onze zoektocht naar bronnen voor die zuilen in navulbare dispensers. We hebben heel veel systemen op de markt die werken met cartridges die op een gegeven moment dan door de, zoals Luc in het begin van de presentatie aanhaalde, gigantische vraag heel moeilijk verkrijgbaar is. Dus wij opteren eigenlijk altijd om die dispensers na te vullen met een 5 liter bus. Sterker nog, dat adviseren we ook bij de, bij de pompjes. De pompjes en zeker het pompdeel zelf wordt moeilijker en moeilijker verkrijgbaar. Dus de alcoholgelletjes die nu in 500, 400 ml geleverd worden, gooi die flesjes niet weg. Ook een stukje circulariteit, maar met name toch meer en meer de krapte. Ja. We hebben de navulverpakking, als je naar deze kijkt, dat is echt een gel. Ja? Ik weet niet of je dat kan zien in beeld. Precies. Maar die kan je dus niet, we hebben dat geprobeerd, in deze vorm gaan hervullen met een trechtertje. Dus de alcoholgel in de 5 liter verpakking, die zal iets vloeibaarder zijn dan deze. Ja. Maar op de hand werkt die perfect, loopt er niet af.
Maar dat is bewust daarvoor gedaan dat die iets minder viscoos is dan de gel die standaard in zo'n verpakking zit. Ja. Hetzelfde voor die zuil die we voorzien, ook daar die makkelijk te kunnen vullen met die alcohol-gel, is die iets vloeibaarder gemaakt. Misschien ook hetzelfde antwoord dan van daarnet. Zullen die zuilen voldoende beschikbaar zijn? Hetzelfde verhaal. Er is een wedrace aan de gang naar die zuilen. Verschillende producenten starten vanuit van alle invalshoeken op. De zuil aan zich is nog niet het grootste probleem. De dispenser die erop hoort, die is moeilijk te krijgen. Maar wij hebben middels een 3-4-tal fabrikanten vanaf begin mei een behoorlijke aanvoer. We spreken over meerdere duizenden stuks in een aantal varianten die leverbaar zullen zijn. Ja. Right. Tot slot, ik heb het al een keertje aangeraakt. Help ook die schoonmaker. Iets waar we dat ook al jaren heel veel belang aan hechten, is respect voor de schoonmaker, respect voor de schoonmaakster. Respecteer die mensen, zeker in deze tijden. En je kan die absoluut wel helpen. Als het schoongemaakt moet worden, dan zien we dat een schoonmaker heel dikwijls eerst puin moet gaan ruimen. Zorg ervoor dat je jouw werkplek ordelijk achterlaat. Guus heeft het ook al even aangehaald. Die afstand die o zo belangrijk is, dat contact vermijden. Respecteer die afstand. Als ze jouw omgeving willen poetsen, sta misschien even recht, ga misschien even opzij, zodat die job kan uitgevoerd worden. En als het even kan, klein complimentje is ook maar een kleine moeite. Kost het niks, hè? De zuinige Nederlanders is gratis. Ja, daarvoor is een handig tooltje, of in ieder geval tooltje. Wij hebben erover nagedacht van hoe dat visuele opnieuw, hè, wat we in de vorige sheet behandeld hebben. Wij hebben als kantoorgebruikers, als pandbewoners, als schooljeugd, wie dan ook, hebben een aandeel in die gezonde schoonmaak, in die gezonde en schone omgeving. De schoonmaak komt dat doen. Maar hoe maken we dat visueel? We hebben een item, dat kan, ja, een deurhanger, zoals we dat bij hotels kennen natuurlijk. Zeker wanneer dat straks panden weer open gaan, is dat een mooi visueel aspect. Die zal meegestuurd worden na de presentatie in zelf printbaar formaat, als je dat wil hebben. Wij kunnen dat eventueel ook voorzien middels wat ook onderaan staat, uw naam en logo. Goed, contacteer daarvoor je vaste contactpersoon bij BOMA. Dat helpen we er graag in mee. Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste vraag rond je. Ja. Ik heb er nog één uitgehaald. Er zijn best veel vragen gesteld. De laatste die ik jullie wil voorleggen. Moet men dan voortaan de werkplek zelf schoon gaan houden? Dat zouden we zeker niet adviseren. Laat dat alsjeblieft aan die schoonmaakprofessional. Ja. Dat is zijn of haar taak. Maar opnieuw, zorg ervoor dat die schoonmaakprofessional wel zijn of haar taak kan uitvoeren. Dat jij jouw werkplek ordelijk achterlaat. Zodanig dat hij niet eerst hoeft puin te ruimen, maar kan bezig zijn met de essentie, zijn hygiënische schoonmaken. Uiteraard spreekt het voor zich, heb ik straks ook al aangehaald, als je ervoor zorgt dat op een aantal centrale locaties een alcohol wipe-achtig iets ter beschikking is voor jouw gemoedsrust, kan je er altijd eentje meenemen en even jouw werkplek schoonmaken, zeker als het nog een flexplek is. Daar is absoluut niks mis mee. Wij adviseren om een aantal van deze te voorzien op die centrale locaties. Je zou ook kunnen opteren om kleine kitjes te voorzien voor iedereen. Maar daarvan hebben wij in het verleden de ervaring dat het vooral leuk voor thuisartikelen zijn. Je hebt die ook in een klein formaat met een potje met alcohol wipes, met heel kleine wipes die je eigenlijk maar amper kan gebruiken. Maar die pot, die is sanderendaags verdwenen. En zit je er nieuwe, is die sanderendaags weer verdwenen. Ja, dus vandaar dat we zeggen, zet een aantal goede doeken op die centrale locaties, zodat iedereen ze kan gebruiken wanneer ze nodig zijn. Maar de schoonmaak aan zich, laat dat alsjeblieft aan de professionals. Ja. Ja, dan gaan we al richting het einde volgens mij. Want wij kregen hier al een aanduiding dat we op een bepaald tijdstip liepen. Ja. Wat hebben we besproken?
We hebben eigenlijk antwoord proberen te geven nu in dit eerste webinar, want dat is wel belangrijk, op het drietal hoofdvragen van hoe moeten we nu gaan schoonmaken? En daar is ons advies, blijf vooral goed schoonmaken en waar nodig die spotdesinfectie. Tweede vraag was van, ja, hoe kan ik de veiligheid van mijn schoonmaker garanderen? Faciliteer zo iemand met het juiste materiaal en blijf vooral ook goed communiceren. Luister naar zo iemand, waar zit hij of zij mee in het uitvoeren van de taken. Misschien werkt hij of zij op een plek waar er totaal geen respect is voor zo iemand. Of totaal geen ruimte gegeven wordt. Of waar het iedere dag een enorme bende is en dat er niet goed geschoongemaakt kan worden. Blijf daar vooral over in communiceren. En een laatste, hoe faciliteer ik een veilige en gezonde werkplek voor mijn personeel, voor mijn pandbewoners. En ook daarin weer, dat komt weer wel voort uit het faciliteren van de juiste materiaal door het pand heen. En ten tweede, het juist communiceren, wat hebben we eraan gedaan om voor jou een gezonde omgeving te creëren. Ja. Er wordt ook wel eens in deze periode een linkje of een vergelijking gemaakt. We hebben nog eens een crisis meegemaakt, 2008, 2009. Dat was dan een financiële crisis, maar dat ook behoorlijk de wereld op zijn kop stond. En wat we toen gezien hebben, zeker in die nasleep daarvan, is dat er enorm bespaard werd en dan met name zelfs bespaard werd op schoonmaken. Dat is een van de eerste taken of een van de eerste zaken waarop bespaard werd. En we zagen eigenlijk een verschraling van de schoonmaakfrequentie, in een aantal gevallen zelfs verschraling van de materialen waar daarmee moest gewerkt worden. We denken dat nu absoluut het momentum daar is om deze crisis ook aan te grijpen, om die schoonmaak, het belang daarvan duidelijk te maken voor iedereen, om die kwaliteit zo mogelijk nog op te schroeven en onze schoonmakers het respect te geven dat ze verdienen. Een bijzonder belangrijk momentum om daar zeker op de goede manier vandaag mee om te gaan. Ja. En het is denk ik de taak aan ons allemaal om de houdbaarheid van het applaus dat nu gegeven wordt voor de schoonmaak en voor de zorgmedewerkers, dat we met z'n allen zorgen dat die houdbaarheid ook volgend jaar, het jaar erop en het jaar daarop belangrijk is. Dit was de wrap-up. We gaan nu het volgende doen. We gaan een aantal mails aan jullie sturen. Die zijn als volgt ingericht. We gaan een eerste mail sturen. Daar staat deze PowerPoint in. En er staat een linkje ook in, want wij zijn vandaag opgenomen. Dit hele gesprek is... De webinar is opgenomen, wij zijn niet opgenomen. Nee, nee, nee. Dat is bij je goede gezondheid. Ja, dat is waar, dat is waar. De recording en de PowerPoint, die wordt aan jullie toegezonden. Feel free, verspreid die ook rustig. We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren en ook te helpen in het beantwoorden van die vragen. En de tweede mail, en die zal in de loop van volgende week zal die komen, is eigenlijk een beantwoording van de Q&A. Er zijn best wel vragen gesteld. Die gaan we allemaal netjes opvouwen tot een handzaam document. En daarnaast zullen er een aantal links en outbreaks ook naar onze BOMA-blog daarop staan. Ik denk dat dat nog een hele belangrijke is om mee af te sluiten. Zowel Luc en ik jullie heel erg danken voor het kijken, voor het deelnemen, voor het uurtje tijd dat jullie hebben geïnvesteerd om dit bij te wonen. En dat we jullie vooral echt wel willen adviseren en willen vragen om naar www.bomablog.eu te gaan. Daar staan echt een heel aantal mooi uitgeschreven thema's die ook weer echt in lijn liggen met dit eerste webinar. Een bak informatie opnieuw gratis ter beschikking voor jullie. Vinden jullie het daar niet op die BOMA-blog? Alsjeblieft, contacteer ons, contacteer je accountmanagers. Ze zijn ervoor. Ze blijven fulltime aan het werk. Dus ook van mijn kant, hartelijk bedankt voor het kijken. Ik zag al een aantal raise hands voorbij komen. Ook dank daarvoor. Ik zag een paar leuke reacties voorbij flitsen. Ja. Super, dankjewel. Doet ons enorm plezier. Veel succes. Ja. En als je ons nodig hebt, you know us to find. Dankjewel.